In deze video bespreek ik som 39a en b van hoofdstuk 9 uit het boek. En daarin is gegeven de rij un met de formule 10.000 keer 0,6 tot de macht n. En we moeten als eerst uitrekenen in twee decimalen nauwkeurig wat de som is van de termen u0 tot en met u10. En omdat we hier te maken hebben met een meetkundige rij, moeten we ook de somformule gebruiken voor de meetkundige rij. En dat is de volgende. En deze formule moet je dus ook uit je hoofd kennen. Voordat ik echt de vraag ga beantwoorden, ga ik eerst voor mezelf even naar hoe die rij eruit komt te zien. Dus ik ga even een paar termen uitrekenen, te beginnen met U0. En die krijg je door 10.000 keer 0,6 tot de macht 0 te doen. Je gaat dus 0 invullen in deze formule. En daar komt ook 10.000 uit. De volgende term, U1... krijg je door 10.000 te vermenigvuldigen met 0,6 tot de macht 1. En daar blijkt dan 6.000 uit te komen. Tot slot doe ik ook nog even U2. En dan zien we dat daar 3600 uitkomt. Nou, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Als je van die eerste naar de tweede term gaat, dat doe je eigenlijk keer 0,6. En van die tweede naar de derde term doe je ook keer 0,6. Dit is ook een eigenschap van een meetkundige rij, want daarin wordt steeds een getalletje keer hetzelfde getalletje gedaan. Dus keer 0,6 en dan weer keer 0,6. Dat is een meetkundige rij. En deze 0,6 die vind je ook hier terug in de formule. En dat noemen ze de reden. En dat wordt afgekort met de kleinletter R. Dus die reden, die 0,6, die hebben we straks ook echt nodig. Terug naar de vraag. Ik wil dus de som uitrekenen. Van term 0 tot en met term U10. En dan ga ik dus de formule invullen. En ik heb dus eerst U0 nodig. Maar die had ik hier uitgerekend. Die is 10.000. Dus dat kan ik ook zo invullen. En dan keer 1 min R. En de reden, dat was dus deze 0,6. Dus kun je ook 0,6 invullen. Tot de macht N plus 1. En deze n, die zien we dus eigenlijk ook terug daar boven het sigma-teken. Met andere woorden, in onze som is dat dus het getalletje 10. En wat krijg je dan? Dan krijg je niet 0,6 tot de macht n plus 1, maar tot de macht 10 plus 1. En dan de deelstreep, dan 1 min r, dus 1 min 0,6. En als je het intoetst op je rekenmachine, dan krijg je daaruit 24.909,30 afgerond op twee decimalen. En bij som B doen we eigenlijk bijna precies hetzelfde met één kleine uitzondering. Want nu moeten we de som bepalen van de eerste 15 termen. En dan moet je doorhebben dat de eerste 15 termen, ja, die gaan van U0 tot en met U14. En dus niet tot en met U15. Dat heeft te maken omdat je met 0 begint te tellen. Van 0 tot en met 14, dat zijn 15 getallen. Dus nu kun je weer de som uitrekenen. Te beginnen bij U0 van een rij. En nu ga je dus door tot en met 14. Nou, dan kan ik weer precies deze formule gaan gebruiken. Dus U0, dat is 10.000. Haakje openen, 1 min, de R was 0,6. En nu staat er dus tot de macht 14 plus 1. Want deze 14 die staat hier boven het sigma teken. Gedeeld door 1 min 0,6. En als je dat intoetst op je rekenmachine, dan zul je zien dat daaruit komt 24.988,25. Afgerond op 2 decimalen. Als je dit gaat intoetsen op je rekenmachine, let er dan op dat je niet alles achter elkaar intoetst. Maar dat je eerst de hele bovenkant uitrekent, daarna de hele onderkant en vervolgens kun je doen bovenkant gedeeld door onderkant en dan krijg je dit antwoordje. Ik hoop dat deze video duidelijk was en ik wens je veel succes verder.